Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een video behandelen die echt veel aangevraagd is. Namelijk het maken van een rouwarrangement. Je kan een rouwarrangement op heel veel verschillende manieren maken. Je kan een langwerpig stuk maken, een druppel, opgroepen. Of wat ik vandaag bijvoorbeeld ga doen, een biedermaaier. Dat is wat meer wat traditionele, wat nog steeds heel veel gebruikt. En ja, ook dat kan je weer op heel verschillende manieren doen. Maar ik neem jullie vandaag gewoon mee in het maken van mijn bloemstuk. En ik leg stap voor stap uit hoe ik dat ga doen. Dus ik zou zeggen, kijk maar. Zoals ik al zei, ga ik vandaag een biedermaaier maken. Ik ga hem vandaag opsteken in het wit paars en ik neem jullie gewoon stap voor stap mee. Je kan op verschillende manieren beginnen. Je kan veel blad gebruiken, kan weinig blad gebruiken. Wat meer bloemen, maar ik laat jullie zien hoe ik het vandaag opbouw. En dan hoop ik jullie daar wat meer mee te leren. Vandaag gebruik ik de ondergrond van Oasis Bio. Als je een grafstukhouder gebruikt, een rouwstukhouder gebruikt... Gebruik dan die van Oasis, want die neemt gewoon echt goed water op. En vooral als je veel bloemen gebruikt, dan ben je ook gewoon veel water nodig. Deze houdt ook goed het water vast, dus dan weet je zeker dat je goed zit. Ik gebruik nu de bio variant, maar je kan ook gewoon de groene variant gebruiken, wat je zelf het prettigst vindt. Dus ik zou zeggen, kijk mee. Vaak maak ik eerst even een bladrand. Steek je ook mooi even het handvat mee weg. En dan heb je ook al gelijk een mooie basis. De houder is iets meer langwerpig. Dus daar moet je wel rekening mee houden als je hem rond maakt. Dus aan deze kant heb je uiteindelijk een langere lengte. Dus hier moet je iets langer werken. Spray hem even in met Floralife. Dan steek ik ook vaak in de hoeken even wat groen. En dat kan een verschillend soort groen zijn. Maar daarmee maak ik hem gelijk al wat meer rond. Dan maak ik even een aantal strikjes. Hier staat een aparte video van online. Mocht je stap voor stap dat uitgelegd willen zien, ik zal hem even hieronder linken. En ook deze verdeel ik zodat ik alvast een basis krijg met het groen. En zoals je kan zien, steek ik hem aan deze kant wat korter in. En dan hier iets langer, zodat je hem straks mooi rond hebt. En dan spreek ik dat ook nog even in met Floralife. En dan is dit de basis en gaan we nu verder met de bloemen. De klant heeft gekozen voor wat meer paars getint. Ik heb wel de vrije hand, maar daar heb ik de kleuren bij uitgekozen. Er komt nog een tint wit bij tussen. Ik snijd de bloemen natuurlijk heel goed schuin aan. Ik gebruik daarvoor even een goed scherp mesje. En ik ga nu de basis opsteken met de bloemen. Daarmee zet ik, laat maar zeggen, de basis uit, zodat hij mooi rond wordt. Je hebt al een basis gemaakt met het blad. En nu doe ik hetzelfde met de bloemen. Dit doe ik als volgt. Ik zet 4 punten aan de zijkant eerst. En dan doe ik eentje in de hoogte. Om te kijken welke hoogte ik gebruik. En vanaf daaruit werk ik weer verder. Dus dan steek ik er hier weer in tussen, maar ook hier. En op die manier werk je hem dan weer mooier rond.
En dan weet ik ook dat ik daar tussen moet blijven qua bloemen. Hè? Dus dat ik dan niet verder uit ga werken, maar dat ik deze basis aanhoud. Zal ik mooie lysiantes. Kijk, en ook hier steek ik hem er weer bij tussen, zodat hij qua lengte, dat ik dan weet welke lengte ik moet aanhouden. Hè? Zet ik even die vier punten aan de zijkant weer uit. En biedermeiers is oefenen, oefenen, oefenen. En goed blijven kijken of het goed gaat. Het kleine takje. Ik steek er even wat in. En draai jouw bloemstuk regelmatig om te kijken of die aan alle kanten goed gaat. En zoals je ziet bouw ik daar eigenlijk tussen. En zo vul ik hem elke keer verder op. Met verschillende materialen. Nu heb ik hier dus eigenlijk weer een beetje zo'n tussenfase. Dus daar zit er ook een bij tussen. En dan hou ik ook die lijn aan. Op deze manier vul ik hem eigenlijk verder op en bouw ik hem verder uit. Ik kijk ook naar hoe een bloem groeit en bloeit. Hoe die mooi tot zijn recht komt. En dat de verdeling qua bloemen en kleur goed is. Dus dat je elke keer, als je elke keer een kant kiest en het zo uitbouwt, dan gaat het eigenlijk helemaal goed. Dan ga ik hem nu verder opvullen met allerlei verschillende materialen en bloemen. Hè? En ik blijf ook het bloemstuk draaien, zodat je echt goed kan zien dat je overal aan alle kanten goed gaat. Als het bloemstuk klaar is, dan leg ik hem altijd eventjes op de grond. Zodat je echt van bovenaf kan kijken of je hem helemaal mooi rond hebt. En of er eventueel nog gaten zijn of iets nog bijgestoken moet worden. En dat kan je van bovenaf heel goed zien. Vaak als je vanaf een tafel werkt, dan kijk je echt vanaf de zijkant op. En door even met een andere blik van boven op te kijken, zie je soms net nog eventjes dingetjes die je moet aanpassen. Dus dat doe ik altijd. En ik spray hem dan nog even in met de finishing touch van Floral Life. Voor een langere houdbaarheid.
Wel heel belangrijk natuurlijk met rouwwerk. Daarnaast adviseer ik altijd rouwwerk maximaal 2 dagen van tevoren af te leveren. Zodat je hem echt op de dag van de begrafenis optimaal mooi hebt. Ik let ook vaak op hoe bloemen in bloei staan bijvoorbeeld. Dat is nog even een tip. Vaak is het mooi als die net even iets open is. Dat je niet echt de rozen hebt die helemaal een knop zijn bijvoorbeeld. Maar dat er ook wat bloemen tussen zitten die mooi open zijn. Dus dat is misschien een tip. En mocht je een vraag hebben, laat hieronder even weten. Mocht het mag over bloemen zijn die ik heb gebruikt. Maar misschien heb je wel een andere vraag over rouwbloemwerk. Stel ze gerust en dan krijgen jullie daar van mij antwoord op. Ik heb het lint nog even aangemaakt. Dat heb ik niet gefilmd, want dat vind ik te privé en te persoonlijk. Vaak doe ik het lint aan de kant van het handvat. Omdat ik dat wel makkelijk vind dat je dan aan die kant, dat je weet dat daar een handvat zit. Dus dan kan je hem, als je hem gaat vervoeren en ook degene die hem op kan halen, kan je duidelijk aangeven van, aan de kant van het lint zit het handvat. Daar kan je hem goed optillen. Ja, en dan hoop ik dat ik jullie een duidelijk beeld heb kunnen geven van hoe ik zo'n biedermeier opsteek. Hoe ik het opbouw om hem optimaal rond te krijgen. En wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei!